Yo, Kevin okay, van het Westval hier, en leuk dat dit is naar nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. En welkom bij deze speciale aflevering, Want vandaag ga ik het met jullie hebben over de nieuwe update die een aantal dagen geleden, voor mij is het twee dagen geleden wanneer ik dit opneem, dat uh, die op deze aangekondigd. Want er komt een nieuwe update slash DLC in Ark Survival Evolved. En jullie zullen zien van, oh, je ja, hebt een schattige otter op je, op je schouder. Ja, die aflevering komt binnenkort allemaal. Maar ik, 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 moet, ik heb net deze update uh, uh, gezien. En ik dacht van: hé, hey, daar moet ik even gauw een video over maken. Om jullie te informeren over deze update. Dus een paar dingen die waar ik even ga hebben voordat ik het over de update ga hebben. Uh, een, voor mij is het al een, nou, dat is een week geleden ongeveer. Wanneer je deze video uh, uitkomt: uh, dat Ark Survive Evolved officieel is uitgekomen. Oftewel, de game is officieel gereleased. Dus het ligt in de winkel. En je kunt gewoon de game kopen. In, ja, in, ik zag altijd een hoesje met een schijfje. Dat zou ik zeggen, dan, dan is de game officieel verkrijgbaar. En dat, dat kan ook nu bij Ark. En, uh, Dat betekent dus niet dat Ark... Dat, dat de makers van Ark Studio Wildcard uh, zeggen van... Oké, okay, dit is de game en dit is wat jullie krijgen. En meer krijgen jullie niet. Want het leuke... Waarom ik ook wel enthousiast was over het feit dat de game officieel werd uitgebracht. Ze hebben ook gezegd van... We krijgen, jullie, jullie krijgen ook gewoon DLC's. Jullie krijgen updates met nieuwe dino's en nieuwe mappen en hele nieuwe werelden waar jullie in kunnen spelen. En dat vond ik gewoon echt leuk om te horen. Want het is ook gewoon echt schitterend leuk om, uh, om te zien. Niet dat je een spel speelt en denkt van oké, okay, dit is het. Want ik speel de game al een jaar lang en ik weet nu ongeveer wel een beetje wat in de game zit. En het, wat ik altijd leuk vond aan Ark was, ik kwam altijd elke maand weer nieuwe dino's uit en nieuwe... Uh, dingen waar je nieuwe content van kan maken als een YouTube, maar ook gewoon maar als je spelen nieuwe dingen mee kunt ontdekken. En dat is nu bij, bij ARK niet veranderd sinds het is uitgekomen. Dus ze hebben, uit, ze hebben eigenlijk een, uh, aangekondigd dat er in oktober, wanneer in oktober is nog niet bekend. Maar dat er een nieuwe ARC DLC gaat komen. En die Ark DLC is echt. Ja, ik moet zeggen, ik vind het een geweldige DLC. Dus. Uh, de uh, Studio Wildcat, oftewel Marks van Ark, hebben op hun YouTube-kanaal een, uh, een video, ja, een trailer uitgebracht. Die trailer gaan we nu ook straks bekijken. En de, de nieuwe update heet, uit uh, de DLC, wat is een DLC? Heet, uh, ik weet niet precies hoe ik moet zeggen, maar voor mij heet het Aberration. En wat dit eigenlijk precies gaat zijn, is een groot raadsel voor mij. En eigenlijk voor iedereen die Ark speelt. En hoe, oh, er komt er net de vogel langs mee vliegen. Please, val me niet aan. Oké, okay, dank u. Uh, dus, uh, Wiggit, laten we de video gaan afspelen en laat ik eens een beetje gaan kijken wat, uh, ja, wat het eigenlijk allemaal is en wat we eigenlijk allemaal te zien krijgen in deze video. Dus, de video staat af en je ziet gewoon ja, een waterval. Je ziet, je, je ziet jezelf gewoon spawnen in, in Ark, wat een beetje apart is. En je ziet een, ja, een baas onder water. En je ziet een heel schattig, klein, ja, anglerfish-achtige dino. Heel apart En voor de rest zien we ja, iemand die een lampje naar beneden gooit. En je ziet allemaal insecten. Dus het wordt een wereld vol insecten waarschijnlijk. En dan rare dingen bijvoorbeeld. Dat was een rare glimmend ding. En je kunt gliden aan touwen. Wat aan de ene kant nice. En hier zien we ook. Je beelden van hoe de beest. Hoe je natuurlijk een beest kan bouwen. En zoals je dit ziet. We zien gewoon dino's in de game die we nooit gezien hebben. Rare vliegende lichtgevende dino. En ik denk van wat moet ik zien? En je hebt grappling hooks. Waarschijnlijk zoveel grappling hooks. Waardoor je echt op wanden kan lopen. En dit is zo gaaf. Je kunt zelf met je poppetje gaan vliegen in de game. Wat natuurlijk echt gaaf is. Je kunt er gewoon vleugels krijgen. En dit zijn wel best wel enge nieuwe wezens. Met nieuwe wapens. Wat er geweldig zijn. En dit. Ik weet niet wat ik zeg. Echt enge nieuwe wezens. Uh, die uit de grond komen en zo. En hier zie je het poppetje waarschijnlijk. Nou, een soort van bovenkant van de planeet klimmen dus ik weet het is heel veel wat waar vragen die je hebt heel veel dingen waarvan je niet weet wat het eigenlijk is en hier zie je natuurlijk het nieuwe logo van uh, van de game zelf en het logo ziet er nice uit de graphic ziet er nice uit en je hier staan available in, in oktober 2017 ik weet niet precies of het begin oktober is of eind oktober dus waarschijnlijk verwachten we eind oktober want dat is normaal ook waar de updates uitkomen dus uh, ja hier zijn we in een in, in hele mooie wereld van Ark en laten we een beetje gaan praten over wat we net zagen in die kleine clip. Dat was een kleine korte videoclip. Je zit je op je in een waarschijnlijk ondergrondse wereld van een nieuwe, nieuwe, niet ontdekte planeet. Dat is eigenlijk datgene wat te zien. Um, dus laat ik het even weer een beetje. Oh, oh, ik ga even de game uh, daglicht maken. Yes, oké. Okay. Um, dus je spawnt waarschijnlijk in een planeet. Waar het meeste leven ondergrond zit. Dus je bent eigenlijk een soort van molmens. Uh, in deze wereld. Dat is wat, wat ik zie. en wat ik ook denk. Uh, wat het waarschijnlijk zou zijn. Je zult waarschijnlijk in een ondergrondse wereld spawnen... en hoe diep, onder die grond, hoe, hoe diep onder de grond je zit... hoe veiliger het zal zijn... en hoe meer je naar de oppervlakte van deze planeet zal gaan... hoe onveiliger het wordt. Maar je ziet ook beelden van... Uh, je, popt, je ziet een groot artefact op de achtergrond... een, uh, ja, een artefact noem je het... Uh, uh, zo'n zo die je even kijken... daar in de vet ook ziet... die ziet de achtergrond staan... en dan zie je grote gevaarlijke wezens uit de grond kruipen. Dus waarschijnlijk zal op de oppervlakte van deze planeet... zal het gevaarlijkste zijn... en hoe diep, hoe diep onder de grond je zit... Hoe, um, ja, hoe, hoe veiliger het zal zijn. Hoe, ja, wat, wat voor, ja, hoe minder gevaarlijke wezens je tegen zou kunnen komen in deze wereld. Um, ook zien we in deze, in deze wereld. zien we eigenlijk ook wezens die we eigenlijk nog nooit gezien hebben. In, in wat voor versie van Art dan ook. Dus waarschijnlijk gaat dit een nieuwe DLC zijn. waar we eigenlijk andere wezens tegenkomen als normaal. Dus in deze. Je zult waarschijnlijk geen dodo's of Parasols tegen kunnen komen. Ook geen rexes en zo. Dus je zult waarschijnlijk een wereld terechtkomen met allemaal nieuwe wezens. Ik noem het wezens, want ze zijn niet echt dino's. Want natuurlijk, in deze wereld, zoals de Otter die ik op mijn schouder heb en de Parasaur, dat zijn ook echt dino's die in het verleden hebben geleefd. En de Otter die leeft natuurlijk nog steeds. Dus uh, waarschijnlijk zul je nu in een soort van fantasie-science-fiction-achtige uh, wereld terechtkomen. Wat aan de ene kant natuurlijk anders is. Uh, maar een heleboel mensen zijn nog sceptisch hierover, want Ark is natuurlijk. Ark staat bekend als een Dino Survival game. En je komt nu met een nieuwe wereld waar eigenlijk geen echte dino's in zitten. Dus dat is een beetje. Een beetje nieuw, een beetje anders. En dat, mensen moeten eraan gaan wennen. Dus ik weet niet precies hoe het gaat zijn. Maar ik denk wel dat. Dat er een beetje negatief uh, gesproken gaat worden over deze DLC, omdat het niet echt dinosaurussen bevat. Dus ja, we zagen natuurlijk ook uh, beelden van een heel klein schattig wezentje. Dat dat licht gaf. En dat had een beetje zo'n licht op de hoofd. Net als een Anglerfish in, de, in, in uh, Ark ook heeft. Dus dat zal waarschijnlijk een beetje de, de Doro van, uh, van deze wereld zijn. Dus het wezen dat je makkelijk zou kunnen killen. En wat een beetje gewoon het schattige wezen is. Die je vaak als eerste tempt. Net als een Doro in een uh, in normale Ark. En een Jeboa in Scorch Earth. Dus uh, ja, wat hebben we nog allemaal meer gezien? Uh, je ziet rare beestjes tegen echt... Cliffwanden aangebouwd uh, worden. Dus platforms die half tegen een wand zitten. En waarschijnlijk zijn het zullen ook nieuwe bouwmogelijkheden zijn. Dus waarschijnlijk zou je ook echt bases kunnen bouwen tegen een wand aan. Zoals de wand achter mij zou echt een beestje kunnen maken tegen de wand aan. Wat aan de ene kant nice is, ook zag je andere bouwmaterialen. Dus je zag een stenen platform tegen een wand aan zitten. Die heb je nog niet in de game. Dus je zult ook waarschijnlijk een hele andere manier van bouwen hebben in deze nieuwe DLC. Wat uh, aan de ene kant wel nice is, waar ik echt naar uitkijk. Want het bouwen in Ark, normaal gezien, wordt, uh, is een beetje saai aan het worden. Uh, dus als je een keer nieuwe bouwmaterialen hebt, zoals je had bijvoorbeeld met uh, Adobe dingen in, uh, in Scorch Earth. Dat is een keer anders. En dan kun je ook een beetje meer combineren en hopelijk wat meer uh, mooie uh, bouwwerken uh, maken. Uh, dus je zag ook verschillende manieren van uh, travel, dus verschillende manieren van reizen. In deze nieuwe map. Je hebt dus ook, je zag popjes, uh, spelers in de, in de game, ...gliden aan een groot touw met een soort van handvat. Zaten ze er aan vast. En dan vlogen ze eigenlijk dwars door een hele wereld heen. Uh, ook zag je dat je een soort van vleugels kon maken. Aan je rug kon vastbinden en gewoon van de cliff af kon springen. En zelf, zonder dat je op de rug van een vogel zit, door de wereld te kunnen vliegen. Wat aan de ene kant natuurlijk nice is. Uh, dat heb je bijvoorbeeld ook in Dark and Light. Heb je zoiets. En nu heb je dat ook zelf in Ark. Dus um, dat is in de kant ook wel erg en erg nice. Dus um, dat zijn een beetje alle dingen die, die, we, die, die ik denk ik een beetje wil gaan bespreken. Uh, wat vind ik er eigenlijk zelf van deze update? Uh, van deze nieuwe DLC die gekomen Ik noem het update, het is ook een update, dus is een nieuwe DLC. Het lijkt me nice, het is een keer wat anders om te spelen. Dus je hebt geen dino's en zo en... Ik snap dat sommige mensen dat een beetje negatief vinden. Maar het lijkt mij wel een beetje leuk om een keer iets anders te spelen. dan het simpele ark. Wat, uh, wat ik eigenlijk nu al meer dan een jaar lang speel. Dus ik hoop dat het, dat het niet. dat het meer echt PvE is. Dus niet meer echt PvP. Waarschijnlijk zul je een beetje een kleinere wereld hebben. dan Island of the Center of Squash Earth. of Ragnarok. Ragnarok is eigenlijk de grootste map van allemaal. Dat we waarschijnlijk zul je een beetje meer kleinere mappen hebben. En omdat heel veel dingen ondergronds afspelen in grotten... ...zullen ik ook echt kleine ruimtes hebben... ...waardoor PvP heel lastig zal worden. Dus wanneer het meer... ...ik denk meer PvE gerelateerd zal zijn... ...dat hoop ik namelijk... ...omdat ik ben niet echt een PvE-speler. En ik vind namelijk ook zelf dat Ark meer PvP-gericht is... Eh, ...en zich weinig richt op de PvE-variant van de game. Um, dus ja, dat, dat, dat lijkt me echt gewoon wel, wel, wel lachen, wel leuk... ...om dit te kunnen spelen. En dan komt het ook met de vraag van... Gaat het geld kosten? Hoeveel gaat het kosten? Uh, dat is iets waar ik wel een beetje negatief tegenover sta. Want Ark kwam natuurlijk een week geleden uit. En omdat ik dat op de PC speel, weet ik niet hoe het zit op de consoles. Op de Xbox en dat PlayStation 4. Maar wanneer Ark uitkwam, dacht dat Ark uitkwam, was een nieuwe aanbieding in Steam. En dat was een Season Pass. Um, heel veel online games. Voor, voor, wat voor Call of Duty of uh, veel andere games. Uh, hebben bijvoorbeeld ook Season Passes. En wat zijn dat? Je betaalt eenmalig een bedrag. Waar, of in dit geval is het 40 euro. Je betaalt 40 euro. En uh, door die 40 euro krijg je toegang tot alle toekomstige DLC's in de game. Uh, deze 40 euro krijg je toegang tot Scorch Earth. Wat een DLC is die al meer dan een jaar lang uit is. En je krijgt toegang tot deze nieuwe uh, DLC. En een andere DLC die in het voorjaar van 2018 uit zal gaan komen. Uh, dat betaal dus 40 euro voor. Alleen, er is heel veel ophef over deze. Deze uh, uh, Season Pass. Want de meeste ark spelers hebben al Squash Earth. En ze willen natuurlijk ze willen graag een Season Pass hebben voor die andere twee DLC's die gaan komen. Want waarschijnlijk zullen ze uitgekomen zoals ze 30 euro per stuk gaan kosten. Dus op de 60 euro. Terwijl je nu een Season Pass kan hebben waar je veel minder gaat betalen voor die twee DLC's. Um, maar omdat. Um, omdat je, te, omdat je ook Scorch Earth bijbetaalt. Omdat Scorch Earth ook bij zit. En je hebt het al. Waarom zou je nou 40 euro gaan betalen opnieuw voor Scorch Earth terwijl je het al hebt. Dus dat is waar de mensen zeggen van... Waarom is dit? Waarom is er geen Season Pass voor toekomstige content in de game. En niet voor iets dat er nu al is. Uh, Studio Walker heeft erop gezegd van... Deze aanbieding is met name bedoeld voor de mensen die Scorch Earth nog niet hebben. En dat zijn eigenlijk best wel weinig mensen. Want als je echt... Echt een groot speler van Ark bent, dan heb je Squash Earth ook wel gekocht. Um, ik heb Squash Earth ook wel gekocht en um, ik speel het niet echt heel veel, maar ik heb het wel. Gewoon omdat het, ik vind Ark een grote game. Ik heb het een beetje gespeeld, Squash dus Earth. Maar ik speel Ark voor de rest heel veel. Dus als je iemand bent als ik en deze game geweldig vindt, deze game veel speelt, dan heb je Squash Earth al lang gekocht. Dus een heleboel mensen zijn heel kritisch over van, waarom is de Geeseese-pet voor die twee DLC's only? Dus alleen voor die twee DLC's. En Studio Wildcard heeft gezegd van... We gaan misschien dat nog uitbrengen voor jullie. Maar waarschijnlijk niet. Dus waarschijnlijk zul je de volle pot moeten betalen voor twee DLC's. Um, dus waarschijnlijk zul je gewoon 600 euro moeten betalen voor twee DLC's. Dus 30 euro per stuk waarschijnlijk. Uh, omdat Scorch Earth of Scorch Earth uitkwam kwam je die ook 30 euro. Voor alleen Scorch Earth. Dus ik ga ervan uit dat het ook 30 euro zal zijn voor deze Aberration DLC. En die, de en die volgende DLC in het voorjaar van 2018. Dus... Ik hoop dat ze nog een CCS-Pers uitbrengen van weet ik veel. Misschien voor uh, 40, 40, 50 euro voor de twee DLC's. Dan zou ik voor die twee DLC's dan zou ik zeggen: Oké, oké. dat zou ik misschien wel gaan kopen. Uh, maar de prijs weet dan helemaal zeker. En waarschijnlijk gaat het best wel een beetje veel geld kosten. En lopen Persa door het beeld. Hallo Persa. Hallo. Oh god, mijn game loopt vast. terwijl ik omdraai. Uh, dus dat is wel een beetje wat ik het over ga hebben. Als jullie vragen hebben over de DLC's. Kunnen jullie de comments achterlaten. Ik zal je comments beantwoorden. Als jullie eventueel uh, vragen hebben van hoe zit dit. En misschien vragen hebben over de prijs. Van hoeveel gaat het kosten. En dat soort dingen. Laat achter de comments. En ik zal je vragen beantwoorden. Als ik het zou kunnen beantwoorden. Want er is nog een heleboel niet duidelijk over uh, deze toekomstige dealcy En met name over hoeveel het gaat kosten. En wanneer het precies uitkomt. Maar dit is uh, deze video over deze nieuwe arc. Aberration of aberration aberration noem je het volgens mij. Nieuw aberration DLC die uit gaat komen eind volgende maand. Waar ik best, best wel enthousiast over ben en ik hoop jullie ook. Dus uh, nieuw content voor de nieuwe serie wanneer deze nieuwe DLC uitkomt. Dus zijn jullie daar net zo enthousiast over als ik, laat dan natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer je nieuw bent en hopelijk zie ik jullie allemaal terug in de volgende video van Ark Survival Evolved.